moeten zich eens indenken dat je om de 2 minuten uit een zwart gat komt en zich de hele dag afvraagt, wie zijn die mensen hier? Wat doe ik hier? Ik wil naar huis toe. Mag je masturberen in de trein? Je eierstokken zijn 2 kaarsen die in het begin langzaam branden, maar daarna weg zijn. Als je vindt dat dat niet mag, waarom eigenlijk niet? Stel, ik rij iemand aan en die loopt letsel op. En het enige advies dat je dus als sprakelijkheidsjurist kan geven aan de automobilist, achteruit eroverheen. Het uitgeven van 1 euro aan belastinggeld kost veel meer dan die 1 euro. Als de oestrogenen door hun donder jagen, dan kleuren die genitale regio's, die anale regio, die kleurt fantastisch rood.